Door de bocht, op weg naar de overzijde van de baan, gaat Gilarniev Boko afscheid nemen van het veld. Heeft inmiddels een anderhalf, twee lengte voor. Aan de buitenzijde, Daydream Melo, gigant van een outsider. Maar wat doet hij hard zijn best? Vanuit de start van het veld komt daar nu die aanval van George Baldwin. Een paard dat onderweg een beetje ongelukkig koerst en terugviel. Maar nu dus samen met een andere deelnemer, dat is Flash Greenwood, mee naar voren komt. Ze gaan allemaal in de achtervolging op die koploper. En die koploper die gaan ze normaal gesproken niet meer terughalen. Dat is paard nummer 1, Gilarniev Boko. Daarachter, aan de buitenzijde, de 4. Dat is Flash Greenwood, dan George Baldwin. Dicht daarbij ook nog John Dekker met Gently Boko. En natuurlijk die Daydream Melo. En we komen in de laatste rechte lijn. Het is heel gemakkelijk, Gilarniev Boko met Mats Wester. Tweede plaats voor de 4. Dat is Flash Greenwood. De grote verrassing is Daydream Melo. Die wordt derde en dat gaat ten koste van George Baldwin. Ja, wij gaan huldigen. Geweldige winnaars van de kwartetkoers. Gilarniev Boko en Mats Wester. 5 jaar deze. Breide Mary van Kentopolle, Bahama Boko, Duits gefokt. Bezit van Stal PD. Trainer Bas Krebas gereden door Mats Wester. Hij ontvangt zo dadelijk de bloemen uit handen van Thea Haks. En Mats wordt hier gesteund door zijn familie. Die op dit moment bescheiden op de achtergrond blijven. Maar wel zeker trots op hem zullen zijn. Het was natuurlijk een grote favoriet. En dat is niet echt makkelijk rijden, maar daar moet hij maar aan wennen. Want dat is wel vaak in het geval van de paarden van Bas. Ja, Mats, gefeliciteerd. Er stond natuurlijk wel een klein beetje druk op, want je hebt de laatste keren wat ongelukkig gereden. Maar je liet hier weinig aan het toeval over. Nee, de laatste keren waren wat ongelukkig. En nou ja, ging gewoon super. Ik kom mooi achter Tom aan. En die, op het moment dat de anderen opkwamen rijden, ging ik gewoon rijden. En ik wist dat ik deze macht genoeg heb om door te kunnen lopen. En dat laat je ook zien. Ja, super gedaan. Het was je eerste rit voor Bas? Ja. Hoe lang ben je dan nou aan het werk? Ik ben om 1 oktober begonnen. Heb je je plekje gevonden? Ja, het is een mooi plekje om te werken. Het gaat me goed af nu. Op naar een kampioenschappie? Ik hoop het. We gaan voor je duimen, jongen. Doe je best. We gaan even op de foto. Opa, kom op voor de gezelligheid. Aandacht en applaus voor de nieuwe leerling aan de stal Krebas. Die komt stormachtig binnen met een geweldige zegen. Mats Wester, hij wint het hier met een straat. Met de geweldige Gilarniev Boko. Uw applaus, Mats Wester, Gilarniev Boko. Uit 50 meter nog. De start is gevallen, paarden onderweg en een geweldige start voor Heuings Win-Win. Aan de buitenzijde komen er nog een paar. Lux Valentine is goed gestart, helemaal aan de buitenzijde ook Dream Woman. En zo gaan de paarden dan door de eerste meters. Aan de binnenzijde Gilarniev Boko goed erbij, maar die zit daar nu al helemaal in gemetseld. De medefavoriet George Baldwin ligt daar nog wel goed in het front. En die krijgt aan de buitenzijde nu al een deelnemer die voorlangs scheert. En dat is paard nummer 6, Dream Woman. En zo gaan ze dan op weg naar einde overzijde met aan kop van het veld Heuings Win-Win. Heuings Win-Win probeert het van kop af. Op de tweede plaats hebben we dan aan de buitenkant Lux Valentine. Dat is geen dankbaar parcours en dat is misschien het geluk voor Mats Wester aan de binnenkant met Gilarniev Boko. Achter deze paarden hebben we ook goed gestart vanuit de tweede band Daydream Melo. En achter Daydream Melo is dan de buitenzijde Dream Woman. En die wordt gevolgd door aan de buitenkant George Baldwin. Achter George Baldwin is er ook een goede uitgangspositie voor Giga Wel. Want die kan zo dadelijk mooi achter de schimmel aan. En achter deze paarden hebben we dan aan de binnenzijde het nummer 11 van Gently Boko, tweede spoor daarachter, schuin daarachter althans, op de laatste plaats, Vrija van Jip. En aan de binnenzijde probeert Rob de Vlieger zijn geluk te beproeven met paard nummer 4. En dat is Flash Greenwood. Paarden gaan op weg naar de overzijde van de baan. En ja, het is aan de kop van het veld. Heuings Win-Win op de tweede plaats. En die krijgt hem toch wel prachtig op maat. Gilarniev Boko. Achter deze paarden is het dan Daydream Melo. De grote outsider in de kopgroep. En aan de buitenzijde daarnaast een onvoordelig parcours voor Lux Valentine. De vraag is even, wie gaat er zo dadelijk als eerste wat aan doen? Of krijgen die twee mannen het vooraan het in de schoot geworpen? Daar lijkt het op dit moment wel op met aan kop van het veld. Oh, nu gaat hij naar buiten. Mats Wester aan kop Heuings Win-Win in het tweede spoor daarnaast. Gilarniev Boko. En nu komt
komt de reactie in het veld. Want aan de buitenzijde komt daar de tussensprint van Dreamwoman. Daarachteraan gaat George Baldwin. En tussen die paarden door vindt Rob de Vlieger een mooi vrij spoortje. Met zijn flash green wordt. Kortom, het spel gaat op de wagen. En het is een prachtige koers op dit moment om naar te kijken. Waarbij in het achterveld Giga wel in de problemen is gekomen en een galopade maakt. Door de bocht, op weg naar de overzijde van de baan, gaat Gilani F. Boko afscheid nemen van het veld. Heeft inmiddels een anderhalf, twee lengte voor. Aan de buitenzijde, Daydream Melo, gigant van een outsider. Maar wat doet hij hard zijn best? Vanuit de staart van het veld komt daar nu die aanval van George Baldwin. Een paard dat onderweg een beetje ongelukkig koers en terugviel. Maar nu dus samen met een andere deelnemer, dat is Flash Greenwood, mee naar voren komt. Ze gaan allemaal in de achtervolging op die koploper. En die koploper die gaan ze normaal gesproken niet meer terughalen. Dat is paard nummer 1, Gilani F. Boko. Daarachter, aan de buitenzijde, de 4. Dat is Flash Greenwood, dan George Baldwin. Dicht daarbij ook nog John Dekker met Gently Boko. En natuurlijk die Daydream Melo. En we komen in de laatste rechte lijn. Het is heel gemakkelijk Gilani F. Boko met Mats Wester. Tweede plaats voor de 4. Dat is Flash Greenwood. De grote verrassing is Daydream Melo. Die wordt derde. En dat gaat ten koste van George Baldwin.